Dit programma is mede mogelijk gemaakt door ZLM Verzekeringen. Dit is Zuid-Limburg op vrijdagmorgen en het peloton is, ja, nu nog ontspannen. Met de patron in het midden, André Greipel, heeft ongeveer alle treintjes van de Ster ZLM Tour in bezit. We maken ons op voor wat klimwerk en vroeger keken we dan naar hem, Johan van der Velde. Thans buschauffeur bij Roompot, de ploeg ook van Sjoerd van Ginneken uit Heerlen, West-Brabant. Die zijn debuutjaar beleefd. Voor hem is dit een bijzondere ronde. Hij wordt ook nog eens persoonlijk gesponsord door de naamgever van de wedstrijd. Ja, adelverplicht dus. Dat ze ook nog een eigen koers hebben, ja, dan wil je je zeker laten zien in die koers. Sta jij in een half jaar waar je wil staan als profielrenner? Ik denk het wel. Kijk, de klassiekers heb ik goed gereden. Ja, enorm veel naaval gereden, kilometers op kop gesleurd. Ja, heel veel naaval. Allemaal bijna wel uitgereden, op Luik naar dan. Alleen, nou in die etappekoers wil je dan, in die kleinere koersen wil je dan gelijk laten zien. Maar dan je moet gewoon reëel zijn dat je gewoon nog een jaar zeker nodig hebt om je echt goed te ontwikkelen. 190 kilometer tussen buchten en buchten en in het eerste gedeelte de heuveltjes. Daarna vlak terug naar het thuishonk met dus grote kansen op een massasprint. Marcel Kittel voegt zich bij het peloton. Moet hier na een ellendig jaar een proeven van bekwaamheid afleggen voor de Tour. Maar zat gisteren in de verkeerde waaier en verloor meteen 7 minuten. Hij zat in de goede waaier en won. André Greipel bewees dat het Belgische lotto-treintje een geoliede machine is. Hem gaan we na de Giro dus ook in de Tour zien. Moraal heet zoiets. Greipel heeft wat Kittel niet heeft op dit moment. 2 weken voor de Tourstart in Utrecht. Want alles deze week staat in het teken van dat hogere doel. Hier rijdt Roger Kloege, winnaar van de proloog. Hij is de eerste die er van tussen gaat op de Bemelerberg. Daar wordt de jacht dan weer opgeopend. En zo zijn ze uiteindelijk met z'n tienen. Roy Curvers is er, Jetse Bol, Gianni Meersman onder andere. En hier met start nummer 1, Iljo Keijsen. Ze zijn dus met z'n tienen. Meersman mag de bergtrui pakken, Jetse Bol de puntentrui. En de etappe kabbelt zo rustig verder over de Loorberg en de Gulpenerberg. En het gat wordt nooit verschrikkelijk groot. Het peloton controleert. De sprintploegen willen nog even oefenen voor de Tour. En dan kan een hergroepering dus niet uitblijven. Voor je het weet is zo'n vlucht alweer voorbij. In de straten van Buchten is het dan wachten op de massasprint. Het is dringen geblazen. Kittel zit wel in deze groep, maar sprint niet mee. Wie wel? Nou, Greipel natuurlijk. Perfect gelanceerd door zijn ploeggenoten. Moet het afmaken. En dat gaat lukken, al komt hier nog Moreno Hofland knap ernaast. Nee, net niet voor de jonge Roosendaler. Greipel drukt zijn wiel als eerste over de meet. Een mooi duel met Hofland. Zijn tweede dagzege alweer. En dan was dit niet eens. Zo hoorden we achteraf de beste versie van zichzelf. I think the victory is just for the team because I think today I was not on my best condition, I think. Het verschil hier te zien is marginaal. Een beste sprint voor Moreno Hofland dus. De tweede plek voor Teuns, Lampaard en Raymond Kreder, woonachtig in Oudenbosch. Met de zegen verstevigt André Greipel zijn grip op het klassement. 12 tellen is de voorsprong nu. De sprinters achter hem. Een eindzegen behoort tot de mogelijkheden. It depends how the race will be tomorrow. It will be super hard. If it's all together tomorrow on the bottom of La Gilep, everything is possible then. Het klassement wordt morgen bepaald als de Ster ZLM Tour de grens oversteekt. Heuvels klimmen en finishberg op. De koninginnenrit in de Ardennen.